Hoezo, strijders van Eindy Alliance, ben Riek. Welkom bij een nieuwe aflevering. Vorige aflevering hebben wij in Deponia, want ik was op de Suriname vergeten, gekeken hoe wij goal kunnen checken of krijgen. En nu gaan we verder. We gaan kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen om dit ding af te knallen. Maar we moeten even kijken waar we moeten zijn. Eens even kijken. Oké, okay. Niet daar. Ik denk dat de groene zone blijven staan. Laten we gewoon eerst eens even doen wat hier of wat dit is. Laten we eens even kijken wat gebeurt er. Oké, dat gaat niet helemaal goed. Oh, dat gaat misschien. Nee, dat gaat niet helemaal goed, maar we kunnen gewoon terug waar we zijn. Dus oké, laten we eerst eens even geel omzetten. Wat gebeurt er dan? Dan gaan we rechtdoor. En we moeten rechts onderin, denk ik. Oké, dan komen we er ook niet. Dus met alleen geel komen we er ook niet. Laten we dan eens geel-rood proberen. Maar ik denk niet dat we geel moeten hebben. Nee, want dan kom je. Nee, we moeten sowieso ook niet geel hebben, denk ik. Nee, dan kom ik niet terug. Dat geel. Oké, ik denk dat geel sowieso uit moet. Dus laten we eens rood alleen proberen. Met rood moet je inderdaad terug. En dan met geel ga je rechtdoor. Ja. Net niet. Misschien groen. Misschien rood-groen. Ik denk met rood-groen dat we wel dat we er zijn. Rood. Ja, dat gaat goed. Rood. Nee. Oké, dus met rood zijn we al heel erg goed. Wat houdt dit in dan? Oh, dan switch dat. Oké. Kijk, want we willen inderdaad dat rood dan switcht. Want dan willen we dat die naar boven gaat. Dan ga je... Dus ik denk dat we willen dat rood switcht. Laten we dit eens proberen. Kijken. Ja, we willen 100% het rood switchen. Het rood gaat nu zo, inderdaad. Ja. Oké, we moeten alleen dat groen switchen. Met de groene moet naar beneden. Wat gebeurt als ik dit doe? Kijk, oké, okay, oh, ik denk dat we hem hebben. Ja, nu zijn we really going places. Check it out, babe. Oh, Rufus, dat ging een stuk makkelijker dan, die andere puzzels. If you like that, then you'll love what's coming next. Oh yeah. Look, the rails are still warm. Oh. What? Don't say you've already got one of these new infrared visors. No. My beard sonar has gone to red alert. They have to be somewhere close by. No. I'll send a helmet fax to the bailiff immediately. You two are shitting me, right? Hold on for a second. My shoulder seismograph is giving me strange readings. You're right. I feel it too. Guys, strange. According to the sole barometer in my boot, the ground pressure hasn't changed. Doc's trouwens zijn booster gegeven. Still processing the data. Guys, so it can't be an earthquake. Wait, my kneecap ultrasound detector is registering strange readings from... Paf! Hij vindt het ook mooi. Wat een vent. Dat is mijn schappen. Kijk, switch. En naar beneden, en there we go. Great. Hey, what about I'm not an easy man to break. They call him Rufus. Rufus. And what a sight, the Lower Ascension Station. I did it once again. You see that? I did it. Oops. Maybe I should get you to a place that is a little more comfortable. Luckily, it'll be a downhill ride from here. So, okay. Do you want to be carried? Which would be plain. Boring, or you prefer the fun and fast way. Yeah,
Oké. Okay. Oh, nog een liedje. Altijd goeie. Historians would die for a way to decipher apparently missing text passages here. They still found no reasons why scratches and lesions related to ghosts subsequently appear. But then why should it bother you? For he finally managed to haul her more or less unharmed to the rendezvous spot, and that was without expecting any pay except for the reward. But it's all about the context, so get on with the plot. Huzzah, get on with the plot. Dit zijn goede kleine stukjes tussendoor. Heerlijk. Hij geeft niet om de pay, maar wel om de reward. But hey. Heerlijk, ik hou ervan hoe droog deze game is. Het is altijd wel even een zoekplaatje, want heel veel dingen in deze game maken geen sens. Het is niet logisch. To wait, I guess I should search for a way up to the platform on top of the tower. Okay. Huzzah, get on with the plot. Switch 1, 2 and 3. Wat gebeurt er als we switch 1 overhalen? The switches change. There are three. Onder de lampen. Whoopsie daisy. Aha, one off, two, I'm getting there. Ja, we zullen waarschijnlijk wel. Three, a six, it. Zullen we waarschijnlijk al een nieuwe switch nodig hebben. Oké, dus ja, we zullen inderdaad waarschijnlijk de. Een nieuwe lever nodig hebben. What the not real. It can't be. One serving. I suppose and no eyes. Okay. What if I kept. It's impossible. It's simple. Hey, that can work perfect. They're all fun. No, it's only. I have to. A 150. Oh, ik zal die anchovies goed opeten, denk ik. Yummy, they have the. Wow. Any food? Ik heb een stokje nodig. Oké. En daar hebben we mijn cotton candy. Chewing gum dispenser. Oké, kijk. Goed. This doesn't say there's a back. Even choppen. Nom. Oké, nou ze hebben chewed gum, dus we kunnen waarschijnlijk iets mee plakken. Klinkt voor mij als het ding wat we daarmee moeten doen. Een lit archway, niet veel bijzonders. Gaan die naar beneden. Weer een hatch. En een gleuf. We kunnen naar de toren, we kunnen naar de concours. Laten we naar de concours gaan. Heb je ook een muzieksteen? Die gaan we eens even oprapen. Daar ook weer een gleuf. Daar een dirty mosaic table. I believe there's a tool. At least. Oké, okay, voor de rest niks. En we hebben hier lampen en voor de rest weer nog minder. Doet het allemaal niet verbeterd op. Laten we naar de elevator gaan. Ik ben benieuwd wat dat is. Oh, pebbles. Ik wil ook wel pebbles meenemen. De elevator draait nog. Ik wil wel pebbles. Geef maar wel wat pebbles. Dank u. We hebben hier een oil tank lid. Dus het lijkt erop dat we daar inderdaad iets van olie in kunnen stoppen. Of in ieder geval iets in kunnen stoppen. We hebben hier soap, we hebben hier een broom of een mop en we hebben hier een bucket die we allemaal mee gaan nemen. Wat allemaal voor mij is. Dank u zeer spelletje. Controls, we kunnen naar het platform toe, laten we daar ook eens naartoe gaan. Oké, daar kunnen we niet naartoe. R, U, F, that wasn't it, maybe. R, no.
kijken. Dus we hebben een code nodig. We hebben een code nodig om naar boven te gaan. We hebben iets nodig om nog verder te gaan. Kunnen we met die pebble door een raam gooien? Nee. Oké. Okay. Daar is niet veel te doen. Laten we gaan naar hier. Wat volgens mij de tower zou moeten zijn. Oeh, dat ziet er chemisch uit. Daar ligt een platypus soft toy. Het zit vast, ik heb geen hoorn. Barrel with water. Laten we eens kijken. Oké. Okay. Dan wil ik die combineren met de shape. De mop, daar kan ik misschien. Die kan ik misschien gebruiken met de bucket. Daarmee kunnen we namelijk het dingen schoonmaken. Daar kunnen we nog niet komen. Dus laten we software kunnen ook nog niet pakken. Dan laten we naar deze kant op gaan. Eens kijken of we het, de vieze mozaïek dingen zo kunnen maken. De mop is kapot. Oké. Laten we kijken of we die lamp stuk kunnen gooien. If I start. Aha, the piece very slow. Misschien is er iets. So much it's hard. Maybe this could be more like. The only. Ja, ik wil die lamp hebben. I have all I need is a. Ik moet er een katapult mee maken. If I start. So much it's hard. Maybe this could but more. Never this eye how else. Whoops. Whoopsie day. So much it. Whoopsie. Ja, ik moet een katapult maken, denk ik. En ik denk ook dat ik die lamp nodig heb om die mozaïek dingen te verlichten. There's a mount, but there are mirrors around that can only need. Ja, een torch. Ik heb een pebble. The mosaic and a with barbecue. I need more. Ja, ik heb dus meer licht nodig. Maar waar haal ik meer licht vandaan? That's the entrance. After that, was it an time? Ik denk hier ergens. Hier zit een kapotte lamp. Dus het zou dus goed kunnen dat hier ergens een lamp is. Dat we ergens een lamp vandaan kunnen halen. Natuurlijk. Calzone smaak. Oké. Fosfor. Dat ziet er gezond uit. Ik denk dat het fosfor de smaak die we moeten hebben.
dus. You could read it. Oké, inderdaad, we kunnen met die fosfor dingen hebben we een lichtgevende stok die we kunnen gebruiken in de mozaïek dingen, denk ik. The stick to shed light on the... Wat zei je? The stick to shed light on the mosaic. They thought the candy would have to be on fire or something. Oké. Dus dit moet in de fik staan, of iets dergelijks. Ik ben geen ervaringsdeskundige met fosfor, maar wat bedoel ik dan dit toe ofzo? Er zit daar een vork tussen trouwens. Wow. I'll save my... Well, this alone, I also need to be hand. Oké, dus ik heb waarschijnlijk iets van water nodig. Iets van water. Maar sowieso de fosfor smaak. Lastig. Shed light on the mosaic. The cotton candy would have to be on fire or something. Okay. Maybe this could buy more. Ja, hoe gaan we dat ding in de fik zetten? Ja, dan zeg ik, de fosfor dat helpt wel, maar. Dus ik denk dat dat de bedoeling is, maar ik zou niet weten hoe. Het lijkt wel alsof ik hier wel mee in de buurt ben. Wow. Ik weet alleen niet hoe ik daar moet komen. Hoe moet ik bij die stick komen? We zullen waarschijnlijk ergens naartoe moeten. Hier kan ik namelijk niet naartoe. Hier kan ik niet naartoe. Yeah, that would be as long as. Pretty deep and might be. Oh, kijk, ik kan hier naartoe. Ik moet iets doen om het water te verlagen, denk ik ook. That must be a piece and someone has scribbled. Where's the rest of them? Oh. Mosaic with chewing gum. We moeten iets in de hand zetten. Ik denk dat we met de... Met de fosfor chewen of met de fosfor dingen wel een heel eindje zijn. Nee, ja, dat het hierin moet, denk ik. Ik denk dat we oprecht met die fosfor dingen een heel eind zijn. Maar dat betekent wel. Dan moeten we nog iets verder doen, maar ik zou niet weten wat. Hallo? Mag ik hier naar boven? Als dat mag. Mag ik hier naartoe? Dank u. Ik wil namelijk nog één. Nee, ik wil niet de mop handle, ik wil de stick. Kan ik dit op die. Maybe this could spot more likely to just make it safe. Dat kan ik niet. Wat zouden we nog meer kunnen doen? Dit gaat ook licht. Kijk! Hey, my epic Gregorian choir is back. I thought I'd left that behind at the crane. Oké. Ik denk oprecht dat we het in deze moeten steken. En dan deze hier moeten doen. Someone has scribbled something. It must be the pad. At least
It's writ exact. There are still more. Oh, puzzle. Oh, no problem. I'll have that solved in no time. Okay. Even kijken. Ja, deze is. Niet. Oké. Okay. Hebben we een puntje wat inderdaad iets meer sure loopt. Ah, oké. Okay. Zo kan je draaien. Oké, okay, duidelijk. Je zou toch zeggen dat het bijvoorbeeld hier kan? Nee, oké, dat niet. Dat kan ook niet daar. Kan dit misschien? Ja, dat is precies uit dat het hier kan. Kijk. Het logotje staat ook aan de buitenkant. Dus ik kan zien dat ik een klein lijntje nodig heb voor hier. Dus zoiets als dit, kijk. Dan hebben we een... We hebben nog meer hoekjes. Dat zijn de kleine dunne lijntjes. Toevallig. Dat zal niet zo zijn. Ik denk dat die meer hier zit. Correct. Ik denk dat deze hier zit. Correct. Ik denk dat we nog meer dingen zoeken. Misschien zoiets als dit of zo. Nee. Nee, hebben we nog iets van een puntje? Nee, niet deze. Deze. Ook niet. Misschien zoiets. Ook niet. Ja, dat is deze. Nice, nice, nice. Dat is een stukje voor ergens hier. Zoiets of zo. Nee, het lijkt me niet hier. Nou, dat moeten we nog even kijken. Deze. Nee. Dat zou wel zoiets zijn, denk ik. Ook niet hier. Ja. Top. Even kijken, dan nog meer voor leuks. Is dit... Nou, nee. Je hebt hier ook nog een soort van botpuntje, dus. Of nog een botstukje, dus. Dus dit misschien. Kijk. En dan deze. En dan. Nee, niet zoiets als dit. Het lijkt alsof het ergens in het midden moet. Even zien. Zoiets als hier. Nee. Zeg maar, zonder referentiepunt is het best lastig om zo'n puzzel te maken. Nee, dat zal ergens hier in het midden moeten, denk ik. Oh, hier. Later moeten komen. Dus alsof het een hoekpuntje is. Dit ziet eruit alsof het een lastig stukje is. Hebben we hier zo? We kunnen misschien hier? Nee. Misschien... Hier. Nee. Misschien... Zo. Yes. Deze niet zo. Kijk, dat is een verandertje deze is ofzo. Kijk. Dan hebben we hier een puntje. Dat zou een van deze zijn. Correct.
Dan hebben we hier nog wat meer puntjes. MT is hier of zo? Nee. Kijk. We're getting there, we're getting there. Die nog niet. Deze moet hier. Deze moet. Ja, hoe moet deze? Zo, denk ik. Nee. Misschien maar zo of zo. Why doesn't this fit? I guess I'll just have to press harder. Still. Don't go. Damn. Oops. Ah. Damn it. Okay. But the chewing. Okay. Ooh, kijk. En view switch, kan ik maar. System. The code for the elevator has been reset. Kijk. Here comes the new one. R U F U S. Mooi. Laten we die gebruiken. R U F U. Hey, what's that supposed to mean? The password is Rufus. I've said it myself, or have I gone crazy? Oké. Okay. En toen waren we boven. Well, so far so good. Now I just have to wait. Hmm? What's that sound? Wat gebeurt er? Dat kan niet goed zijn. Oké. Okay. Mensen, ik ben even voor het kijken van deze aflevering. Ik wil eigenlijk wel even die vlag maar nemen. Want dat vind ik wel leuk. Pak de vlag. Mooi. Ik kan nog iets anders ophijsen. Voor de fatu. Mensen, ik ben even voor het kijken van deze aflevering. Ik pak ook dit mee. Ik weet niet wat het is. Maar we nemen het mee. Like, abonneer, reageer, deel met je vrienden. En dan hoop jullie de volgende keer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Deponia. See ya!